als zelfs dikke thuis was het kunnen. Daar gaan we aan de kant. Want hier is Nederland. Are you ready? Als de deur is geklet, dan begint het weer. En Roos kan er mee verstaan. Maar die kan niet weg, Jeroen, die Nou, ik ben hier met een schild bezig. We staan hier bij de tekening van ons looptochtwagentje. We zijn daar nu al volop aan bezig aan het eerste wagentje in de optocht. Onze stoet bestaat voor het looptochtwagentje, de loopgroep en de grote wagen. Dit is dus ons looptochtwagentje van dit jaar. En je kan al goed zien dat hier het voortentje, daar zijn we op dit moment al druk aan bezig. En de toren die hier achterop staat. En die kunnen jullie hier zien. Hiervoor staat ook nog de toren verder, erop. En de rest is nog in aanbouw. En we letten hier bij het blauwe schild ook wel goed op de veiligheid. Want bij uitstekende punten kunnen gevaarlijk zijn, dus dan hangen we daar gewoon een lasthandschoen op. En dan weten we zeker dat er niks gebeurt. Dit is een tekening van onze grote wagen. Die hebben we door Gijs laten tekenen. We brengen ons idee over naar Gijs en die vertaalt hem dan heel mooi in een mooie tekening. Het is altijd een concepttekening, want er zijn altijd dingen die niet meer passen. Of die net leuk zijn voor de bij of waar we halverwege het proces achterkomen. Dat we die toevoegen. Maar de grote basis is altijd hetzelfde. Het is een parcours die de ridders afleggen om de stormbaan, het parcours die de ridders afleggen om bij de jonkvrouw te kunnen komen. Ze beginnen eigenlijk hier achteraan op de wagen. Daar moeten ze de draaiende ballen passeren. Hier zo. Daarna komen ze hier op een draaiende brug. Die brug die gaat helemaal draaien, net zoals deze bollen. Vervolgens komen ze tussen de bijlen en de knotsen, waar ze tussendoor moeten lopen, want die gaan helemaal op en neer bewegen. Om uiteindelijk hiernaast het plateau te komen bij de jonkvrouw, bij de troon van de jonkvrouw. En dan vanaf hier op de tekening krijgt de ridder een paard en die gaat hier naar beneden de loopgroep in. En daar gaat het gladiatorenspel verder. Naast de grote bewegingen maken we ook heel veel kleine bewegingen. Zoals messen die hier gaan bewegen, metertjes die gaan draaien. Ook zitten er bij ons ook altijd heel veel oogjes op de wagen en vlaggen. We werken bijvoorbeeld ook met stof. Dus deze zullen waarschijnlijk van stoffenvlaggen worden die de naaimoeders gaan maken. Ongeveer de hoogte van onze tent is deze hoogte. En alles wat daarboven zit, wordt er daarna nog opgemonteerd. Dus dat is demontabel en wordt net voor de optochten wordt dat gemonteerd. Kom drinken! Had je maar een camera?
Bondak hè? Max is denk ik de eerste die op de zo laten staan, dan wil ik er eigenlijk even opklimmen. Je moet alleen oppassen als je er start dus. Dat is deze het beste punt. Ik denk als je aan de zijkant moet doen, dan blijft het ook helemaal afklimmen. Dat punt daar ging wel zo snel naar beneden als je opvakt. Dan moet ik een keer testen met twee erop. Zet die toch? Ja, maar dan moeten we meteen op. Moeten we meteen die plaat onder. Ja, ja, met de rest die plaat onder. Gewoon wat stukjes en eronder bouwen en mee aflassen. Ja, ik zou ook gewoon één plaat opzetten. Ja. Maar wat je ook kunt doen, zijn twee stukken plaat. Gewoon twee van die dingen. Opzetten. De stukjes die je hebt, meteen direct daar aan vastlassen. Ja, je mag ook beklemd zijn. Hè? Ja, maar je moet net zo'n plaat zijn. Kijk, is een heel terugschaal. Ik denk dat je best met de hand achter de kant maar kunt doen, want dan kunnen we een leuke schaal. We zijn vandaag in Reuzel, oftewel in Narrendonk. Ik sta hier bij de schuur waar de leden van het Brouwersgilde hun carnavalswagen aan het bouwen zijn voor 2011. Het is vandaag 16 januari, het is 11 minuten over 11 en er zal vandaag weer flink worden gewerkt, maar ze gaan eerst samen brunchen. En wij zijn uitgenodigd, dus we gaan snel naar binnen. Is er vandaag iets bijzonders te vieren omdat jullie allemaal samen aan het brunchje zijn? Nou, we hebben vandaag open dag hier bij het Brouwersgilde. En iedereen mag komen kijken dus vanmiddag? Ja, iedereen die wil en geïnteresseerd is mag komen kijken. Zelfs de concurrent? Zelfs de concurrent. Oké, nou smakelijk nog dan. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Zij moest spoilen, jij moest aanwezig zijn op die plaats. Ja, wel. Oh, echt goed. Duurde 40 minuten, want dan kwam je. Ja, dat was echt goed. Ik moest ervan. Maar ze deed het ook niet. Ik weet niet, 4 zaterdagmiddag. Ja, zeker. Dat was zaterdagmiddag, ik moest hem 9 uur werken, joh.
Ja, dat komt maar. Jullie hebben net samen gebruncht hier. Is dat iets wat jullie vaker doen? Of is er vandaag een bijzondere gebeurtenis of zo? Nee, we gaan eigenlijk al een aantal jaren... verschillende zondagen dat we beginnen met brunch om 11:50 natuurlijk. Om te zorgen dat iedereen toch een beetje op tijd bij de tent is. En dan gaan we daarna lekker met snallen aan de slag. En dat hebben jullie dus al vele jaren gedaan? Ja, dat doen we nu al een jaar of 8 of zo. Ja. Het ziet er wel heel gezellig uit. Dat is het ook. Het is echt supergezellig, ja. Deze kunnen aanhouden. Ik neem aan dat jullie ook muziek gebruiken in de optocht. En zijn jullie er al mee bezig? Hebben jullie die al uitgezocht? Ja, zeker. We hebben al de meeste muziek die hebben we al uitgezocht. En die zijn we nu bezig om die bij elkaar op de goede volgorde te zetten. Dankjewel. Ik kan er niet harder, man. Ik denk dat de mensen thuis heel graag willen weten hoe jullie te werk gaan en hoe jullie planning eruit ziet. Kun je daar iets over vertellen? Wanneer beginnen jullie bijvoorbeeld weer? Meestal beginnen wij na Reuzel Kermis, dat is de tweede week van september. Dan zijn de tekeningen in volle gang en de themavergaderingen. Meestal 4 themavergaderingen hebben we. Eerste themavergadering wordt in grote lijnen worden wat thema's bij elkaar geraapt. En de tweede themavergadering, dan worden de 3 thema's worden bekend. En dan in de derde wordt de thema bekend die we willen. Oké, dan wordt er één gekozen. En wat is dan de volgende stap? De volgende stap is kijken wat willen we op de wagen, wat voor bewegingen. Iedereen brengt wat plaatjes, tekeningen mee van internet, dergelijke. Zo komt een wagen tot stand bij ons. Ja. Oké, en dan de volgende stap. Wanneer begint de bouw dan daadwerkelijk? Ja, de bouw begint meestal eind september. Begin december, dan zijn wij toch wel aan het bouwen, maar dan vooral de constructie. En waar ben je het meeste tijd mee kwijt? Is dat de opbouw, het bedenken, de afwerking? Ja, de opbouw toch wel zeker, ja. En er zijn pas opnames gemaakt hier. Toen stonden jullie in de sneeuw en in de vrieskou hier buiten te werken. En denk je dan niet van, zat ik thuis maar bij de kachel? Nee, ja, het heeft toch wel iets om in de kou en naar de rand kun je er wel leuk om lachen met z'n allen. Dus het is altijd wel heel mooi. Want waar haal je de energie en de motivatie toch vandaan elk jaar weer om een nieuwe carnavalswagen te bouwen? Ja, dat wordt met z'n allen wordt dat bekeken. En de ene heeft meer ideeën dan de andere, dus ja. En hoe combineer je het dan met school of met werk? Meestal zijn het de avonduren, de zaterdagen, de zondagen en de vakanties vooral. Ja, in de kerstvakantie kunnen wij het meeste bouwen aan het laswerk. Dus daar maken wij ook degelijk gebruik van. En jullie liggen helemaal op schema? Het schema had iets strakker mogen zijn, maar natuurlijk komt het altijd wel goed. Succes verder. Ja, dankjewel. Kinder. Ja, dan heb je zo'n verleden. Ja, als je hier staat, kun je dat ook worden. Ja, dat kan. Gek man, wat is dat ding daar waar ze zat? Dat is er echt niet. Ik zag op de site van jullie dat jullie al veel jaren de eerste prijs hebben behaald. Wordt het daardoor niet elk jaar moeilijker om aan die hoge verwachtingen te voldoen? Ja, in principe wel. Maar de concurrentie die wordt ook steeds beter, dus ja. En we moeten elkaar ieder jaar weer overtreffen om er iets moois neer te zetten. Ja, dat zal inderdaad niet meevallen. En wie zijn jullie grootste concurrenten? Of heten ze conculega's? Conculega's, dat is is een beter woord. Ik denk het wel. Ja, op dit moment is het gewoon de onderlinge strijd tussen de Mauwers en tussen de Meukers. En zo'n beetje de vaste clubje, zou ik maar zeggen, daar gaat tussen. En dat is in Reuzel dan? Welke optochten lopen jullie mee? Wij lopen in Reuzel mee en in Haper, de campoptocht en de Blaassen Lichtstuut. En welke is voor jullie het belangrijkste? Ja, het belangrijkste. Het belangrijkste is het plezier hebben. De optocht, ja. De spanning is er wel en dan gaat het over de campoptocht. Maar dat is de mooiste en de grootste.
En wat zijn de verwachtingen voor dit jaar? Ja, dat is moeilijk in te schatten. Dat is gewoon waar de concurrentie hebt. Daar kunnen we niks van zeggen. En hebben jullie bij de concurrentie ook al in de keuken gekeken? Dat ook, maar ja, het gaat over het totaalconcept en niet over een wagen specifiek. Hè. De ene net gewoon een poppenwagen, dat kun je niet vergelijken met wat wij maken. En wat bedoel je dan met het gaat om het concept? De totaalplaatje moet kloppen. Het loopgroepstuk, alles, de interactie met het publiek, alles. Dus ja, daar kunnen we nou nog niks van zeggen. Je ziet een kale wagen staan. Wij hebben dan bijvoorbeeld geen een zogeheten fotowagen en een poppenwagen is daar wel meer. Wij gebruiken onze wagen meer als decor. En wat is een fotowagen? Ja, dat er mooier uitkomt op een foto. Oh, op die manier. Ons moeten we in actie zien, om het zo maar te zeggen. En anders dan lijkt het een beetje een saaie wagen. Totaal plaatje. En wie bedenkt het idee altijd? We zijn hier vanaf juni mee bezig. En dan gewoon iedereen die zin heeft om mee te komen brainstormen, die is welkom. Dus. En dan gaan we gewoon ideeën opschrijven en dan komt er iets uit. Dus elk jaar weer opnieuw de energie en de motivatie om weer een mooie wagen te bouwen. Zeker, ja. Nog heel veel succes. Dank u wel. Welk moment in de afgelopen weken zou je het liefst vergeten? Was dat het weekend dat het zo koud was? Ja, toen er hier een 20 centimeter sneeuw lag. Ja, dat was behoorlijk koud. Ja. Dat was niet fijn. En toen moest de wagen naar buiten? Ja, we hadden vrijdag s'avonds buiten gezet. Ja, zondags toen begon te sneeuwen, zaterdag s'avonds. Dus ja, dan staat het er eenmaal buiten. Dus dat moet ook afwerken. Want normaal gebeurt dat in één dag dan? Ja, normaal één weekend gewoon dat we de wagen buiten zetten en dan alle lijnen uitzetten. En dan zondag s'avonds weer naar binnen. Maar uiteindelijk dus toch gelukt? Ja, uiteindelijk is het gelukt. En nou weer een keer buiten staan om alles toch één keer te passen. En, dan... en nu is het weer iets beter? Ja, nou is het gelukkig droog en een betere temperatuur. Succes vandaag. Ja, dankjewel. Volgens mij kost het niet alleen veel tijd, maar waarschijnlijk ook heel veel geld. En hoe bekostigen jullie alles? Ja, dat klopt. Ja. Een carnavalswagen bouwen is niet voor niks. Het kost een hoop tijd van een hoop vrijwilligers en inderdaad kost het ook een hoop geld. Iedereen die lid wordt van de vereniging betaalt een contributie. Dat is een deel van de contributie wordt ook gebruikt om de wagen mee te bekostigen en de pakken mee te bekostigen. Daarnaast hebben we een aantal sponsoren. Met name ook door onze resultaten uit het verleden hebben we veel goed wel opgebouwd hier bij de Reuzelse gemeenschap. En we hebben een heel aantal sponsoren uit het eigen dorp die ons ondersteunen. En als derde belangrijke pijler organiseren we elk jaar een evenement in de Valk hier in Reuzel. En ook dat levert ons een mooie zakcent op. En die drie gecombineerd zorgen ervoor dat wij ons carnavalseizoen kunnen bekostigen. En hoeveel leden hebben jullie? We hebben een doorgaans 40-tal leden. Jaarlijks wisselt het een beetje. Er komen er een paar bij, er gaan er een paar af. Het is een stabiele factor, ongeveer 40 mensen die met name uit Reuzel en de omliggende dorpen lid zijn van de vereniging. En hoe kennen jullie elkaar? Ja, het is toch vaak via, van het op stap gaan en ons kent ons. Vrienden van, familie van, kennissen van. En zo merk je dat er steeds weer een aantal bijkomen of weer ook weer mensen die afvallen. Maar het blijft altijd een beetje stabiel, het aantal? Blijft redelijk stabiel. Het is wel eens, de dieptepunt zou ik zeggen, is wel eens gezakt tot 35. En op het hoogtepunt hebben we er wel eens 50 gehad. Maar gemiddeld zitten we ongeveer op 40. En de verwachtingen voor dit jaar? De verwachtingen voor dit jaar? Van het ledenaantal? Of, Nee, voor de optochten. Voor de optochten, dat is altijd lastig zeggen. Je hebt geen zicht op wat de concurrentie doet. En je ziet jaarlijks het niveau omhoog gaan. Ook afgelopen jaar weer een aantal verenigingen die mooi uit de hoek zijn gekomen. En je moet top blijven om bij de bovenste mee te kunnen doen. En ik durf te zeggen dat het verschil, als je kijkt naar de Reuzelse optocht, steeds kleiner is geworden. Maar ook bij de Kempenoptocht is het niet te voorspellen of je 1 of 5 wordt. Daar zit zo weinig tussenin. Het is natuurlijk elk jaar weer, de verwachtingen worden steeds hoger. Ja, de verwachtingen worden steeds hoger en met name een vereniging met reputatie als ons, die al een aantal keer gewonnen hebben, is het heel erg lastig om die verwachtingen ook steeds weer waar te maken. Maar we doen ons best, zoals je ziet. Ja, ik heb het inderdaad gezien. Heel veel succes. Dankjewel. Thank you.
Ik zie buiten een geraamte staan van staal. Die zie ik hier niet meer. Nee, want waar ben je nu mee bezig? Papier-mâché'en. En over dat geraamte van staal moet natuurlijk papier komen wat naderhand geschilderd kan worden. En dit is, nu ben ik met de derde laag bezig. Eerst wordt er een laagje alleen maar stroken om de ijzer heen papier-mâché'd om een hechtlaag te hebben. Dan komt deze bruine laag erop om hem helemaal strak te krijgen. En nou witte voor de afwerking. En hierna doen we nog een laag telefoonboekblaadjes eroverheen. En dan zijn wij weer klaar en dan kunnen ze komen schilderen. En waar zijn die telefoonboekvellen voor nodig dan? Nou ja, dat gaat heel ver. Maar hier zie je nou nog best wel een verschil in de laagjes bovenop elkaar. En daarmee trekken we het helemaal glad. Dan zie je eigenlijk geen verschil meer in het vlak. En dan de volgende stap is schilderen. Ja, dan mogen we dan gaan ze in een paar dagen tijd alles in de grondverf zetten. En is dat droog, dan kunnen we gaan schilderen. En dan is het ineens heel druk, want dan vindt iedereen heel leuk. En dan wordt hij helemaal echt met de kwast geschilderd. Het is weer een heel... Want dan zie je het resultaat natuurlijk. Ja, ik zie dan pas het resultaat eigenlijk, ja. We zijn er niet al de hele tijd vanaf de foto al helemaal zien wat het allemaal wordt. Maar dan, dan zie je echt het resultaat, ja. Nou, nog veel succes. Ja, dankjewel. Hoeveelste jaar zit je bij het Brouwersgilde? Dit is het eerste jaar dat ik erbij zit. En hoe bevalt het? Ja, het is wel leuk om te doen. En waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu de tweede laag op de voorlopbaantje aan het plakken. En het gaat goed zo te zien? Ja, het gaat wel goed, ja. Nog veel succes. Dankjewel.